Welkom bij deze bijzondere aflevering van Zingen onder de Peperbus, het zogenaamde Oranje Concert, wat we ook als thema mee hebben gegeven, Oranje Boven. En u bent dit keer eigenlijk een beetje in het voordeel, want normaliter is de kerk dan wel heel erg vol en moeten mensen ook heel lang wachten in lange rijen voordat u hier naar binnen kunt. Vandaag gaat het allemaal digitaal, maar daarom niet minder mooi. We zingen liederen, vaderlandse liederen. Liederen in het thema, u mag van harte lust weer thuis meezingen in het thema Oranje Boven. Thank you.
thema van deze Zingen onder de Peperbus is zoals gezegd oranje boven. En die kleur oranje is natuurlijk nauw verbonden aan ons koningshuis. En over koningen, daar zal het ook over gaan in deze uitzending van Zingen onder de Peperbus. Ik lees u straks uit Psalm 72 over de koning. Ook de liederen staan in dat thema. We gaan nu luisteren naar een prachtige medley gespeeld door Arjan en Edith Post. En zij spelen een medley van vaderlandse liederen. Ik wens u een hele mooie uitzending toe. Thank you.
Ik lees u Psalm 72, een koningspsalm. En er staat boven van Salomo, en u weet, dat was een hele wijze koning. Geef, o God, uw wetten aan de koning, uw gerechtigheid aan de koningszoon. Mogen hij uw volk rechtvaardig besturen, uw arme volk naar recht en wet. Mogen de bergen vrede brengen aan het volk en de heuvels gerechtigheid. Mogen hij recht doen aan de zwakken, redding bieden aan de armen, maar de onderdrukker neerslaan. Mogen hij, die koning, leven zolang de zon bestaat, zolang de maan zal schijnen van geslacht op geslacht. Mogen hij zijn als regen die valt op kale akkers, als buien die de aarde doordrenken. Mogen in zijn dagen de rechtvaardigen bloeien, de vrede wereldwijd zijn tot de maan niet meer bestaat, mogen hij heersen van zee tot zee, van de grote rivier tot aan de einden der aarde. Geprezen zij God de Heer, de God van Israël. Hij doet wonderen, hij alleen. Geprezen zij zijn luisterrijke naam voor eeuwig,
mogen zijn luister heel de aarde vervullen. Amen, ja amen. Psalm 72. Lieve mensen, u die allemaal thuis meekijkt naar deze uitzending. Normaaliter spreek ik u graag aan en doe bij deze ook als gemeente van Jezus Christus. Het is al vele jaren geleden. Jenny en ik ontvingen een chique envelop op mooi crème-kleurig papier. En daar zat een kaart in waar met sierlijke letters boven stond geschreven invitatie. Wij werden uitgenodigd voor de nieuwjaarsreceptie in het paleis op de Dam. Met de toenmalige koningin Beatrix en haar man Klaus. Ik werkte toen nog voor de landelijke scoutingorganisatie en daar was prins Klaus beschermheer van, vandaar. Maar onder aan die kaart, daar stond nog wat. Vier letters. RSVP. Ik zeg tegen Jenny als Veluwse jongen, wat betekent dat dan? RSVP. Zij wist het ook niet. Maar het woordenboek bood uitkomst. RSVP betekent répondre, s'il vous plaît. Antwoorden, alstublieft. Want wie een uitnodiging voor een chique bijeenkomst krijgt, moet antwoorden of je wel of niet wilt komen. Dat is de etikette, zeg maar. Nou, begin januari was het zover, wij naar Amsterdam toe. We waren natuurlijk uren te vroeg, dus daar liepen we in ons mooie goed door de stad heen. Het is al heel veel jaren geleden, maar Jenny weet nu nog steeds precies welke jurk ze toen aan had. Zie hier het verschil met mannen. Ik weet werkelijk niet meer wat ik op die dag aan had, maar zij wel. Uiteindelijk werden we binnengelaten en opgesteld in een lange rij en moesten wij wachten totdat onze naam werd afgeroepen. De heer en mevrouw van Ark. Bijzonder was vervolgens dat koningin Beatrix en prins Klaus ook wisten wie wij waren. Terwijl wij echt niet dagelijks bij hen op de koffie kwamen. Maar goed, ook dat dat niet gebeurde, want dan had Jenny elke keer een nieuwe jurk willen kopen. Maar de koningin en de prins waren gewoon goed voorbereid. Wisten wie wij waren, want zij willen hun onderdanen kennen. Wij gaven hen netjes een hand, dat kon toen nog in die tijd. We wisselden een paar woorden en ja, dat was het dan. Maar het was een bijzondere ervaring. De koning van Psalm 72 is ook zo'n koning. Boven die psalm staat het ook al, van Salomo. Dus nu is een keertje niet van David, maar van Salomo. En die psalm die beschrijft vervolgens hoe belangrijk het is dat een koning rechtvaardig is en goed. Vers 2. Mogen hij, die koning dus, het volk rechtvaardig besturen. En dat geldt dan vervolgens van hoog tot laag. In de psalm wordt niet alleen de koningszoon genoemd, maar ook de armen, de zwakken, krijgen nadrukkelijk aandacht. Want de koning is er wel voor iedereen, niemand uitgezonderd. Wij maken in de wereld waarin wij nu leven heersers mee, die vooral één bepaalde groep in hun land willen dienen. Bijvoorbeeld die alleen maar willen dat rijken rijker worden. Of machthebbers juist die omgekeerd iedereen het liefste al het bezit zouden willen ontnemen om de armen te verheffen. Nee, zegt Psalm 72, je bent pas een goede koning als je er bent voor al je onderdanen. Pas dan ben je in Bijbels opzicht rechtvaardig. En een land wat zo zal worden geregeerd, zal bloeien als nooit tevoren. Eerlijk gezegd denk ik zelf dat wij in Nederland best wel in een buitengewoon welvarend land leven. Wij staan bijvoorbeeld volgens het World Happiness Report zelfs op plek 6 van de meest gelukkige landen ter wereld. En voor alle duidelijkheid, er zijn in deze wereld op dit moment 196 landen. En dan staat Nederland dus op plek 6.
En er wordt in deze maanden veel gemopperd op de gezondheidszorg in Nederland. Maar volgens internationaal onderzoek wordt de gezondheidszorg in Nederland tot de beste van Europa. En wereldwijd staat Nederland op de 5e plek weer ten opzichte van 196 andere landen. En ik zeg dat eigenlijk nog niet eens zozeer omdat we misschien wel eens wat bescheidener mogen zijn in ons gemopper. Dat zit een beetje in onze volksaard. Maar vooral omdat ik denk dat die gunstige scores mede komen door een stabiel landbestuur door de jaren heen. En daarbinnen ook de plek van het Huis van Oranje. Ons koningshuis is in Nederland door alle jaren heen een stabiliserende factor van belang. Goed koningschap, goed bestuur, dient alle onderdanen, zegt Psalm 72. En dat is wat we in Nederland tot op de dag van vandaag mogen ervaren. Tel uw zegeningen. Count your blessings. Maar het is echt niet vrijblijvend. En het is ook helemaal niet vanzelfsprekend. En voor iedereen die in dit land leiding mag geven, en ook voor ons koningshuis geldt, dat je echt hard moet blijven werken, elke dag opnieuw. Je aandacht mag niet verslappen. Want begrippen als vrijheid en geluk en welvaart zijn in onze tijd geen vanzelfsprekende begrippen meer. Aan het einde van Psalm 72 kantelt dat beeld van die koning naar God zelf. En dat is niet alleen zo omdat je in de koning ook de komende Messias mag zien. Die zal komen in deze wereld om uiteindelijk in 196 landen de orde te herstellen. Maar belangrijker nog, omdat daar dus erkend wordt dat uiteindelijk alles afhankelijk is van God zelf. Hij is de koning van hemel en aarde. Er staat letterlijk, geprezen zij God, de God van Israël. Hij doet wonderen, hij alleen, mogen zijn luister de hele aarde vervullen. Dat is waar het koningschap van God op uit zal lopen. Eens zal die grote dag komen waarop de hemelse koning zal weerkeren op de wolken om te heersen over hemel en aarde. Het zal de dag zijn waarop er geen onderscheid meer wordt gemaakt tussen rijk en arm. Het zal de dag zijn waarop alle tirannen, dictators en foute politici voorgoed hun biezen kunnen pakken. Omdat koning Jezus zelf zal regeren over deze aarde. Moeten wij dat dan maar afwachten? Nee, zeker niet. Wij worden nu al uitgenodigd door de hemelse koning om in deze wereld, in ons leven, zijn glorie zichtbaar te maken. Met onze eigen handen, met onze eigen voeten, gestalte te geven aan het geloof in hem. En onder zijn uitnodiging aan ons staan vandaag 4 letters. RSVP. Voor jou, voor u en voor mij. Verzoek van koning Jezus aan ons allen. Wel antwoorden, alstublieft. Amen. Thank you.
zullen wij samen bidden. Heer onze God, U mogen wij danken dat onze levens niet alleen maar in handen zijn van aardse bestuurders en aardse koningen, maar dat wij mogen geloven dat ons leven uiteindelijk in Uw handen is, als onze hemelse koning. U mogen wij danken dat wij er vertrouwen in mogen hebben dat die hemelse regie gebaseerd is op woorden als gerechtigheid en rechtvaardigheid voor armen, voor zwakken, voor mannen, voor vrouwen, voor iedereen. Dat U geen onderscheid maakt en dat U ons uitnodigt om dat onderscheid in ons eigen leven ook niet te maken. Want daarmee gaat dan Psalm 72 opeens ook over onszelf. En daar danken wij U voor. Ons leven is niet vanzelfsprekend. Ons leven is niet vrijblijvend. Ons leven staat onder die hemelse regie van U als onze hemelse koning. En wij bidden U juist ook bij een oranje concert als nu, dat we daardoor geïnspireerd zullen worden, vrolijk zullen zijn, enthousiast om het leven tegemoet te treden en onze naasten in de ogen te kijken. Zegen ons zo samen op deze dag. Zegen ons met geloof, hoop en liefde, deze drie. Maar de liefde van deze drie is veruit de meeste. Dat bidden wij U samen, in Christus' naam. Amen. Ik mag u de digitale collecte aankondigen. We hebben sinds januari een aantal uitzendingen gemaakt vanuit deze Onze Lieve Vrouw Basiliek in Zwolle. En ook een paar uitzendingen vanuit de Bovenkerk in Kampen. En dit is elke keer gelukt om dankzij uw gulle bijdragen ook de kosten van deze uitzendingen te kunnen betalen. En daarom doe ik nu nog één keer een beroep op u, want ik hoop eerlijk gezegd dat we elkaar in september weer live kunnen terugzien. Of u wilt bijdragen om de onkosten van deze uitzendingen ook om het mogelijk te maken dat we dat kunnen financieren allemaal. In het beeld verschijnt op dit moment een bankrekeningnummer en ook een QR-code. Daar kunt u uw camera op richten. En ik zou u willen vragen, wilt u naar eigen draagkracht daaraan bijdragen? En ik wens u voor nu een mooie en gezegende voortzetting van deze dag toe. En zoals gezegd, ik hoop u heel graag live weer terug te zien op de laatste zondag in september. En dan weer hier in de Basiliek in Zwolle. Een fijne dag toegewenst. Kromme niet de jongens als katten in het hand en vochten ze niet.